schilderijen mooi op. Vrouwelijk hemd, ja. Beter? Ja. Ja, nu moet je die stel zetten dan. Moet je die stel zetten? Ja. Oké. Zo? Ja. Oké. Dan mag ook nog niet, hoog of niet? Nee, dat gaat niet. Heel goed, heel goed, ja. Dat is wel leuk, hè? Dat gelukt wel, hè? Ja. Moet je eigenlijk nog het idee geven dat het hier de bocht om komt. Dus een draai maken, dat je die kwast hier op het groen al begint. Een bochtje maken, dan kun je naar de rand dat groene weer overheen zetten. Ja. Ja, en eigenlijk nog meer. Ja, die is beter. Ja. En je komt van onder die bloem uit. Dus je moet niet het bochtje in het blad maken, maar echt hieronder zetten. Oké. Zo. Ja. Ja. Gaat het? Dan kun je naar de rand hier weer iets overheen schilderen. Ja. Maar dan heb je meer het idee dat je er achteruit komt. Lijkt een demonstratie voor de film. Ja. Oké. Ik weet dat ik het ga denken. Ja, aan mijn moeder. Ah, ik weet zeker dat ze heel mooi dat vinden. Ja. Heb je hier nog echte blaadjes voor je staan? Nee. Want, hier onderaan. Ik mocht niet op mijn vel kijken, dus dat was niet. Ja, maar dat was je toch al aan doen. Dat kan aangezien. Ja. Ja, maar die kan het. Nu ben je gewoon gewend om dat te doen. Ja, dan krijg je gewoon een bril op dadelijk. Oké. Automatisme, hè? Ja. Ja. Oké. Hoe vind je ervan zo met die donkere achtergrond? Ja, dat is wel meteen weer. Ja. Kom meer naar voren, hè? En het is wel meer te zien eigenlijk, hè? Met ja, het is minder een plaatje. Ja. Je zou die achtergrond ook echt tegen de rand aan kunnen zetten, bij die arm ook, want het is een achtergrond. Er zit geen aureoltje omheen of zo. Ja, ja, okay. Echt er tegenaan, alsof het er ook echt achterdoor gaat. Okay. En bij het gezicht dan ook tegen het gezicht aan. Het idee geven dat het er achteruit komt. Okay. Want nu is het een opvulling. Ja. Ja, dan heb je niet het idee dat het gediept in is. En dan zou Francine kunnen kijken wat jij nou aan het doen bent. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk een achtergrond schilderen nadat ze de voorgrond al gedaan heeft. Dus wat jij net zei, van, kan dat dan nog? Ja, dan doe je dus net alsof het er achteruit komt door het er van af te schilderen. En je moet, is dat niet heel moeilijk? Dat is moeilijk, maar het kan. Dus je moet niet zo gaan schilderen, want dan maak je er een verlengstuk van die arm van. Ja. Wel die horizontale beweging doen. Dus je zet je kwast ook hier dat randje. Mm-hmm. Dan zet je het tegenaan. Of hoort dit nou bij de arm? Ja, als je dan bij de arm dat dit stukje er nog af moest. Ja. Ja, maar dan kan je nooit meer helemaal precies die ronde lijnen erin krijgen van die arm, toch? Als je het zo hier in je kwast neemt. Dat is moeilijk. Het zijn bubbeltjes. Ja, maar dan kan ze wel weer met licht overheen. Oh ja. Met dat wit of... Ja, het kan wel hoor, want het is de eerste keer dat ik dit nou doe, maar dit met een zachtere kwast ook, een runderaar of marteraar of zo. Dit is een beetje hard, ja. Hè? Dus, of je zet wel eerst even zo een lijn neer, maar dan trek je hem ervan af. Dan is het alleen Ja.
Ja. Ja. Een beetje water pakken. Smeer het deur even. Dat is eigenlijk wel ideaal, zo filmen en zelf niet op de film zijn, maar toch. Ja. Ik moet even los. Vraag me af of die taxi nog komt of misschien nou weet. Ik moet even los, die echte. Nou. Dan zit daar net een beetje te weinig lijm achter, denk ik. Ja, of hij is nog niet zo droog. Jawel, maar hij is wel goed droogpijn, hè. Kijk. Je moet je niet afkrabben, dus... Nee, als het echt een dag gedroogd heeft, dan zit het heel erg stevig vast. Nou is het nog kwetsbaar. Ik ben een beetje bang.